beetje me weemoedig wordt ervan. Dat ik hier binnenkom en dat alles weg is. Welkom. Mr. Jagger. Thank you, Miss Sonia. Yeah. It's not Sir Jagger. No, it's not Sir Jagger. No, it's no. Sir Paul. It's Sir Elton. It's even Sir Cliff. It's a very dubious group. Yeah. We zijn overal in dit gebouw geweest. We hebben overal gebruik van gemaakt. Er is inderdaad geen plek in dit hele gebouw waar wij niet wel eens een scène hebben opgenomen, toch? Als een hele mooie vriendin die je aan alle kanten nog een keer wil zien. Dus Bergen, dat is met jou, man. Het is een man. Hé. Verliefd, man. Jezus. Heel erg. Ik ben wat verliefd, jongen. Ik ben verliefd. 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 Chaka! Chaka! In mijn persoonlijke biografietje is dit historische grond. Joost Wageman, Max Smeets, Tom Egbers, Tika, Stefan van Brabant, Wim Helsen, Theo Maassen, tafeldame, Claudia de Breij. Voetjes tegen elkaar. Hiernaast staat er nog. En dan armen over elkaar. En dan zei ik, wat zou ik zeggen? Premier Balkenende, Pierre Bokma, Adi Boomsma. Dit is De Wereld Draait Door. Een heel klein beetje veranderd hier. Het is namelijk stil. Dit is de redactie van het programma Pauw en Witteman. Althans, de ruimte van het programma Pauw en Witteman. Vertel mij eens, hoe ben jij thuisgekomen die nacht? Ik ben thuisgebracht door Satish, de broer van Deepak. De spanning was natuurlijk te snijden tussen die twee. En toen was het programma afgelopen en de tune draaide. En Joran van Sloot pakte het glas water en gooide, of wijn was het, gooide dat in het gezicht van Peter R. de Vries, die ook niet zeker wist wat er in zijn ogen kwam, behalve dat het pijn deed. Dit is water in je handen. Doe maar water in je handen. Nou, dat heb ik goed opnieuw. Rare momenten waren het, maar ja, ook wel historische momenten.